waarnemend hofpresident Iwan Rasulbaks heeft gisteren tijdens de beëdiging van 6 nieuwe advocaten een aantal zaken op rij gezet. Zo gaf hij aan dat bij een gelijkblijvend aantal rechters en griffiers de komende jaren er oververhitting van de rechterlijke macht zal plaatsvinden. Dit vanwege gebrek aan werkruimte en zittingszalen en inefficiëntie binnen de administratie vanwege gebrek aan ICT-toepassingen. Hierdoor zal de doorgaan langer worden. Over een constitutioneel vraagstuk, want die vraagstukken zijn er altijd in rechten. Maar als men wil praten over een constitutionele crisis, dan is het dat de rechterlijke macht binnen het constitutioneel bestel en gegeven de constitutionele bevoegdheden, namelijk bevoegdheid van het Hof of zelfs een verplichting, een verantwoordelijkheid van het Hof, van de rechterlijke macht is, om toe te zien op de geregelde afdoening van alle rechtsgedingen, artikel 139 grondwet, is een verantwoordelijkheid van het Hof. Zonder middelen. Alleen maar praten. Hoe lang kan je praten als er geen middelen zijn om het beleid te ontwikkelen? Gegeven deze bevoegdheid. En we praten over verzelfstandiging van die rechterlijke macht. Door deze omstandigheden binnen het constitutioneel bestel, gegeven deze bevoegdheid en het niet kunnen uitoefenen, kan je praten over een constitutionele crisis. Want één macht is niet in staat te volbrengen wat hij aan het doen moet zijn volgens de grondwet. Rasulbaks benadrukt dat een constitutionele crisis dus ontstaat wanneer de meest basale zaken ontbreken om je werk naar behoren te doen. Hij haalt als voorbeeld aan dat hij als waarnemend hofpresident brieven moet schrijven voor toiletpapier en printerinkt. De deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorat, gaf aan dat een advocaat trots moet zijn op zijn beroep dat mooi en waardig is. Het is tevens een beroep met traditie, een officium nobile. En bij advocaten behoort nog steeds de opvatting dat een goede uitoefening van de advocatuur bijdraagt aan de instandhouding van de rechtsstaat. Dit maakt dat het een beroep is met een maatschappelijke opdracht. Puur winstbejag en of geldzucht kan daarom nooit op de eerste plaats staan. Immers, patronen leiden hun stagiaires op om in de samenleving rechtsvraagstukken te helpen beantwoorden. Aldus de deken van de Orde van Advocaten, Monorat, gisteren bij de beëdiging en toelating van 6 nieuwe advocaten bij het Hof van Justitie.